Goedemorgen, vandaag de tweede dag van de algemeen politieke beschouwing. En dit cameraatje moet ik dan wel een beetje hoger zetten. De tweede dag, om 10:30 gaat premier Rutte de Kamer antwoorden over al die vragen die gisteren zijn gesteld. En ook al die kritiek die gisteren uit is op het kabinetsbeleid. Kritiek van links tot rechts op tal van onderwerpen. Bijvoorbeeld over de aanpak van de vluchtelingenstroom. Nou, Geert Wilders greep gisteravond het debat aan om zijn afkeer van de islamitisering nog eens heel erg duidelijk kenbaar te maken aan de Kamer en aan de premier en aan Nederland. Hij kreeg de hele Kamer over zich heen, maar dat deed hem niet. Hij maakte zijn punt. Ik verwacht vandaag toch wel ook niet alleen een praktisch, maar ook wel een principieel debat. Hard debat waarschijnlijk ook nog wel tussen Geert Wilders en de premier zelf. Maar het kabinet heeft heel veel kritiek gekregen van de oppositie als het gaat om bijvoorbeeld de koopkracht. Het feit dat ouderen en mensen met een uitkering, ouderen met een pensioen, toch op de nullijn zitten of juist daaronder en nog echt de koopkracht erop achteruit gaan. Over het arbeidsmarktbeleid, over de aanpak van de CO2-uitstoot. Tal van onderwerpen, de bezuiniging op defensie en vooral de bezuinigingen op de justitieketen. Denk aan het Openbaar Ministerie, de rechtbanken, de CAO's van de politie. Dat laatste onderdeel, die andere onderdelen, is de oppositie zo verdeeld over, nou, daar hoeft het kabinet zich niet zoveel van aan te trekken, want ze hebben toch geen eenduidige oplossing. Maar als het gaat om de justitieketing, de bezuiniging op de begroting van justitie, daar zal het kabinet de Kamer waarschijnlijk wel wat tegemoet moeten komen. Want in die kritiek was de Kamer redelijk eensgezind. En als het kabinet dan niet een gebaar maakt, een stap, is de kans groot dat die begroting straks in de Eerste Kamer alsnog wordt verworpen. Want daar heeft het kabinet, zoals bekend, geen meerderheid. En het volgende om interessant om te zien is van hoezeer gaan Partij van de Arbeid en VVD vandaag verder uiteenlopen. Gisteren zag je dat al tussen de fractievoorzitters Zijlstra van de VVD en Samson, Partij van de Arbeid. Maar ja, nu ook in debat met de premier bijvoorbeeld over zaken als het arbeidsmarktbeleid en ook het milieu. En iedereen geeft ook aan nu van ja, dit is de laatste grote begroting. We gaan langzaam op weg naar verkiezingen in maart 2017. Dus de verhalen gaan nu langzaam ook uiteenlopen. Iedereen gaat zijn eigen koers volgen. En het blijven zitten van het kabinet, we willen het wel, want er is nog veel te doen als het gaat om de uitvoering van beleid. Maar blijven zitten is geen doel op zich, dat merk je steeds meer. Het Algemeen Dagblad schreef dan vanmorgen ook van liefde is geen sprake meer. Nou, of het zo ernstig is, dat weet ik nog niet. Ze willen graag de klus afmaken, maar het is allemaal geen doel op zich. En ik ben heel benieuwd hoe scherp Diederik Samson vandaag het debat durft aan te gaan met de premier van ook zijn kabinet. We gaan het allemaal beleven vanaf 10:30. En dat is allemaal te volgen via een live blog op de site van RTL Nieuws. En natuurlijk ieder uur bij RTL Z geven wij een update en natuurlijk een samenvatting in de grote bulletins om 4:00, 6:00 en 7:30 op RTL 4. We gaan het volgen met je. Ding.